We trokken naar Calais. Wanneer we aankwamen, troffen we de wanhopige armoede en depressie aan. De mensen die hier leven zijn vluchtelingen uit hun land. Omdat er daar oorlog is en ze zoeken naar een betere toekomst, leggen ze een lang, vaak dodelijke weg af om uiteindelijk hier in Calais vast te zitten in één groot kamp genaamd Jungle. Naast een oude snelweg die leidt naar de tunnel naar Engeland. We spraken met Brian, die vertelt over zijn moederland. If you know about Sudan, there's war in Sudan. A lot of wars. Religion war, reason war. But the war in our state, I don't know what the real cause, but we come here to live peaceful. Brian is een van de 1000 vluchtelingen. Ze hopen dat hun een betere toekomst in Engeland te wachten staat.